Een draadgebonden bruidspakket, daar gaat deze instructiefilm over. Draadgebonden, dat zie je vandaag de dag niet zoveel. Maar het grote voordeel is dat je alle bloemetjes, alle blad, allemaal een vaste plek kan geven. Alles is nog te bewegen, te draaien, je kan er wat mee doen. Het is een bewerkelijke klus, maar je krijgt wel een heel mooi resultaat. Ik wil een driehoekig boeket voordoen van vrij simpele bloemen, maar het is aan de creativiteit van u om daar verder mee uit te bouwen. Het begin. De grootte van het boeket is ongeveer 30-40 centimeter. Een bloemendraad als deze is 40 centimeter. Ik maak daar een knik in. En dan is de bedoeling dat dit stukje, wat de breedte van het boeket wordt, is 1/3. En de lengte is 2 keer zo lang. En dan hier bij de knik, daar komt het handvat te zitten. Ik leg dit op tafel neer en ik ga het boeket vast op tafel neerleggen. Hier komt de top, hier komt het middenpunt met de hoogtebloem en hier komt de basis. Voor de lengte gebruik ik een lismachia, een langwerpige bloem. Die komt aan de buitenkant. Een roos, die komt wat lager te zitten. Verschillende vormcontrasten, dat is ook bevorderlijk voor het leuke uiterlijk van een boeket. De breedte, daar gebruik ik een roos voor. Een lismachia wil ik weer aan de andere kant doen. En voor de hoogte kan ik een munt gebruiken. En die komt bijvoorbeeld hier. Maar die leg ik even voor gemak even aan de zijkant. Ik heb ook nog kleine Phalaenopsis orchideeën. Er komt er één hier te zitten. Er komt één een stapje lager. De bruid die mag er ook één zien. En ertussendoor komen nog andere dropplanten. En een roos in het hart. En nog een lysimachia. Maar op die manier krijg ik dus al wel een driehoeksvorm. En daartussenin, daar komt natuurlijk nog het nodige blad. Ook Heugera-blad en Klimop-blad en langwerpig Liriope-blad. Gewoon alles wat er is. Ik kan ook nog wat vruchtjes aan toevoegen, bloembodems. Ik heb ook nog wat druiventrossen. En dat kan met draadtechniek, maar ook met lijmtechniek gedaan worden. Ik ga het in elkaar zetten. Ik begin met de top. De lange lismachia. En er komt de roos bij. Het zijn nog wel korte stelen, die draai ik in elkaar. En om die wikkeling weg te werken, gebruik ik daarvoor weer wat rubberband. En ik maak er 1 geheel van, zodat je niet ziet dat het allemaal verschillende ijzerdraden zijn. En ik werk dat vrij lang af met dat waterval of met dat tape. De bloemen in de goede stand zetten. Ik doe er nog een muntbloemetje bij. Ik doe er nog wat blad bij. En meteen weer goed neerzetten. Er komt nog een orchidee komt er nog bij. En ook dit ga ik weer afwerken met tape. Ik doe het nu wat extra lang, zodat ik een 1 groot dik draad.
draad krijg. Dit is de top van mijn boeket. En even de lengte bepalen, dan zou hier de knik komen voor het bimpunt en dan wordt dit het handvat. En bovenop het handvat komt de hoogtebloem. En hier komt de zijkant te zitten. De munt zit er bovenop. Een roos aan de zijkant, lisse magia aan de andere kant. En in het hart is wat blad neergezet. Daar kan ik nog een blad aan toevoegen. Meestal groeperen, dat werkt wat leuker. Anders wordt het een drukker geheel als je alle blaadjes door elkaar doet. Nog een drop plant naar voren toe. En weer goed neerzetten. Een orchidee die hier komt. En daarbij moet je opletten dat de onderlinge afstand van de bloemen ongeveer even groot zijn. Dat niet een heel groepje te dicht bij elkaar komt. Dat kan onrustig werken. En dan komt een orchidee hier aan de kant van de bruid. Kijk, maar dan zijn de onderlinge afstanden zijn ongeveer even groot. Nog wat plat. Ertussendoor. En zorgen dat aan de onderkant het bimpunt heel mooi duidelijk in elkaar gebonden is. De onderkant nog wat klimop blad. Je kan het beste dat blad niet al te lang mee wachten. Anders kom je er namelijk niet meer tussen. En die stelen, die krijg je altijd nog wel tussen de blaadjes door in het hart gestoken. En nog een lisse magia. En er komt nog een roos. En altijd even daarna corrigeren of alles goed zit. Roosje in het hart. Lisse magia. En ook weer goed op de plaats zetten. Zo krijgt ieder bloemetje zijn vaste plek. Goed. Een druiventros.
misschien nog één aan de andere kant. En wat ook heel goed kan, dat is met lijmtechniek. Om daar het nodige in te plakken. En dat kan ook met stelen van een sedum. Wat lijm erin. En erin plakken. Een takje van een hebe. En het zit al vast. Het werkt ontzettend snel. Het is tijdbesparend. En je moet er altijd wel voor zorgen dat alle stelen richting het bindpunt lopen. En zo krijg je al een eenvoudig driehoekig bruidsboeket. De vorm zit er goed in, de top, de twee basishoeken en ook de hoogte. En je zou dit nog verder kunnen uitwerken met bijvoorbeeld een lelieknop erin of nog wat meer sedum erin plaatsen. En dat kan gewoon met lijmtechniek en met draadtechniek kan dat verder bevestigd worden. En zo komt het bruidsboeket eruit te zien.